mensen vooral mee willen geven is dat de ambitie die hier in Alphen is en de omgeving om te komen tot een groene business case, een nieuw gezond en klimaatadaptief stadshart, dat het allemaal begint zeg maar, door een hele duidelijke stip op de horizon te plaatsen. En dit is wat we willen bereiken en dat sturen op waarde. En niet alleen maar op we willen zoveel woningen doen of er moet zoveel techniek in de grond. Nee, we willen biodiversiteit, we willen gezonde mensen. En dan ben je pas echt een groene stad met lef. Voor de zesde keer houdt de gemeente Alphen aan den Rijn open avond voor mensen die de gemeente uitnodigt om het gesprek aan te gaan. Wat doen wij met groen? Vanavond was het thema groen en gezondheid. Laat groen daar nu oplossingen voor kunnen bieden. En je ziet hier een hele verandering. Wat ik zie wat er gebeurt met de wereld, klimaatverandering, biodiversiteitsverlies. En anderzijds ons vak waarbij we staan te schoffelen. En ik denk ja, als wij met ons vak gaan komen met groene oplossingen die bijdragen juist aan een betere wereld, dan hebben we het beste van twee werelden. Laat planologen die nu gewend zijn om zoals een blik wordt opengetrokken, de aarde open trekken. Groen weg, water weg, alles weg, beton en steen erin. Dat is de nieuwe woonwijk. Laat die beginnen vanuit groen te denken en vanuit water te denken. En van daaruit te denken wat goed is voor de mens om te leven. En bedenk dat het woord gezondheid daarin een kernthema is.